Haiti dan, nu weer een cholera-epidemie, bovenop de ellende van de aardbeving van 10 maanden geleden, die aan 230.000 mensen het leven kostte. En dat in een land waar de politiek niks klaar krijgt. De Rue Dessalines bijvoorbeeld, ooit de winkelstad van de hoofdstad Port-au-Prince, ligt er nog altijd bij als net na de aardbeving. Robin Raamakers was daar net na die aardbeving en hij ging nu terug. Tout ces magasins, tout dans les net magasins, tout ici magasin, tout place net. Mais pas les tissus, tout le monde a bouillé, pas grand essayer, hein? We staan in de drukste winkelstraat van Port-au-Prince en hier achter ons worden warenhuizen geplunderd terwijl we erbij staan. De chaos op dit moment in Port-au-Prince is compleet. Rue Jean-Jacques Dessalines, dit was ooit het kloppende hart van Port-au-Prince. Na de aardbeving werd alles leeggeroofd. De grote winkels zijn weg, definitief weg. De situatie is heel grave. La situation est très grave, alors toute bagaille brisée, ou même à comment ils sont, la situation est très grave. Alors nous, là, pour ne pas acheter à la caisse, pas de monde pour venir acheter, pas de travail, pas de. Nous voyons une situation très grave. À chaque jour, on parfois vient faire journée comme ça, pas de monde venir acheter même. On ne reconnaît même pas de monde qui doit acheter rien. Ouais. Sans vie exposée là. Aan beweging geen gebrek in Rue Dessalines. Elk stukje kostbaar materiaal wordt gesloopt. Alles wat nog los of vast zit, verdwijnt met de laatste plunderaars. Oui, les amdelas. Oui, toujours que ça jusqu'au mien là. Et pas fait. Même sous là, on va la caille, on va la caille. Assez de goût, on n'importe ça, on gagne dans le poche. De nos jours, jusqu'à maintenant, il n'y a pas une stabilité. Au niveau du peuple haïtien. De ce fait, l'État, en quelque sorte, n'a pas le contrôle pour gérer les biens privés ou publics au niveau de la nation haïtienne. Een bewaker neemt ons mee naar binnen in een van de grote panden waar een jaar geleden nog volop werd gewerkt. Deze factory die doet al eens IP op hier. Pia je fait là-dedans. Hij heeft een factory die tegen machine là-dedans, bien là, tout détail là-dedans, machine, marchandise. C'est nèg qui. Vous m'avez laissé ça qui botte tout. Ouais, tout vite ça, ouais là. Bon, c'est même que gadget, bon, c'est quand même là. Faire son cocaïne, on va lui refaire. Où est ça? Où est ça? Où est ça? Je ne pas venir, où est ça? Ça, regarde. Le ville avec masse. Au casse de le camp. De le camp, ville avec masse, au casse de le. Mais tout ça, ouais. Ça, mais on va lui refaire. Mais à cause de même qui font elle là, toujours. Regarde pourquoi. La misère des peuples ici. Het leven in Port-au-Prince beperkt zich voor de meeste mensen tot vastklampen aan wat er nog rest en proberen te overleven, meer niet. Blanc renouer plus service. Blanc mette tout sans dehors pour peuple haïtien. Mais c'est haïtien par vous. Tout ça blanc bas, il prend tout fou dans la poche. Il fait pour parents, petites lits. Famille, quoi famille, mounti proche, après ça, vague tout le monde. Allez, nous mettons des espoirs sur mon Dieu, pas mettre des espoirs sur les hommes. Allez, les hommes qui font vous. Ja, Robin, terug uit Haiti. Dit was één straat, Robin, in Port-au-Prince. Maar is dat Haiti in het klein? Dit is eigenlijk, en dat is heel triestig om te zeggen, wel een goede reflectie van de werkelijkheid. Hier zie je in dit kleine stukje zie je eigenlijk alles terugkomen. Het complete verval, het defaitisme, de uitzichtloosheid, het geweld, de criminaliteit die overal de kop opsteekt. De mensen die het gewoon niet meer zien zitten. Ook de rol van de blanken hoor je hierin gereflecteerd. Hè? De goede blanken die geld komt geven. Maar de Haitiaan die dan daar bovenop nog eens zelf zegt dat ja, het zijn eigen volk is die dat geld dan rap ergens in de zakken wegmoffelt en ervoor zorgt dat er niets overblijft voor de behoeftige Haitiaan. Ja. Hij heeft het dan wel degelijk over de klasse aan de macht, de politici,
de mensen met grote zakenbelangen in het land. Zij zijn voor de gewone Haïtiaan degene die alles bovenop de ellende nog eens kapot maken voor de kleine Haïtiaan. En is dat een kreet van onmacht of is dat gewoon de realiteit? Het is gewoon de realiteit. Er gaat enorm veel geld naar Haiti, maar de gewone mensen merken daar bijzonder weinig van. Je ziet natuurlijk op het terrein dat er honderden NGO's actief zijn. En dat zorgt er wel voor dat mensen die in tentenkampen leven, dat die voorzien worden van drinkbaar water en van voedsel enzovoorts. Maar de gewone Haïtiaan in Port-au-Prince woont niet in een tentenkamp. Mm. Die woont in een sloppenwijk. Je hebt 1,5 miljoen daklozen op dit moment in Port-au-Prince. Maar je hebt ook nog eens minstens 1,5 miljoen mensen die altijd al in sloppenwijken hebben gewoond. En het zijn die mensen die het gevoel hebben van, ja, met al de ellende die nog eens op onze kop is gestort, gebeurt er tot de dag van vandaag gewoon niets. Is dat dan ook de reden waarom die cholera-epidemie zo om zich heen kan grijpen? Namelijk dat de infrastructuur weg is, de basishygiëne ook niet meer is? Ja, ja, het is natuurlijk niet zo dat de cholera gekomen is omwille van de ellende in Haiti. Het is wel zo dat het verspreiden van de cholera en het ongecontroleerd verspreiden van de cholera te wijten is dat buiten Port-au-Prince van faciliteiten, watervoorziening, om maar de basis te noemen, dat het daar totaal afwezig is. In Port-au-Prince gedeeltelijk ook, maar gelukkig, en dan zeg ik gelukkig tot nu toe, is de cholera in Port-au-Prince nog niet volop uitgebroken. Maar dat is eigenlijk maar een kwestie van tijd. Daar is ook zo ongeveer iedereen van overtuigd. Je stuurde vorige week ook een verslag door waaruit bleek dat de mensen zelfs in Port-au-Prince angst hebben. Tentenkampen verjagen waar cholera-patiënten worden opgevangen. Ik moet het een beetje in de juiste context plaatsen. Eén ding is heel juist. Mensen hebben angst. Heel veel angst. Zowel in Port-au-Prince als buiten Port-au-Prince. Maar het verslag dat ik heb doorgestuurd ging over een Artsen zonder Grenzen kamp ten noorden van Port-au-Prince, waar de cholera dus sterk aanwezig is en wild om zich heen grijpt. Die mensen daar in Saint-Marc, want daar ging het over, zijn als de dood dat de nabijheid van een noodhospitaal waar cholera-patiënten worden verzorgd, dat dat er rechtstreeks voor zou zorgen dat zij de volgende besmette zijn. Maar dan is het aan de lokale politici om die mensen gerust te stellen. En daar zitten we met een ander probleem. De lokale politiek, zowel als de nationale politiek, speelt een hele perverse rol in dit hele verhaal. Concreet het Artsen zonder Grenzen verhaal met dat noodkamp. De burgemeester had daar gevraagd om $5,000... om dat kamp daar op die plek, op dat grasveldje aan de school, te mogen plaatsen. Artsen zonder Grenzen weigert dat, want zij betalen per definitie niet om ergens een kamp te mogen plaatsen. Met als gevolg dat de burgemeester zegt van ja, dan kan ik niet instaan voor de gevolgen. Maar met andere woorden, Robin, van de maand, eind van de maand, worden daar presidentsverkiezingen gehouden. Als die politieke klasse zich zo gedraagt, kunnen we daar dan iets van verwachten? Kunnen de Haïtianen daar iets van verwachten? Niet veel. En ze verwachten er ook niet veel van. Er is een grote hoop op een nieuwe sterke man. Maar als je kijkt naar de kandidaten, heb je er een 20-tal waar dat eigenlijk geen enkel figuur tussen zit waar mensen veel hoop in koesteren. Je hoort ook, en dat is eigenlijk wel heel erg, je hoort dus mensen zeggen van, konden we maar terug naar de tijd van de Duvaliers. Ja. Papa Doc, Baby Doc, een van de meest dramatische perioden in de geschiedenis van Haiti. Mensen hebben bijna heimwee naar de stabiliteit van die periode. En als het dat niet is, dan vragen ze eigenlijk gewoon om de Amerikanen om de boel te komen overnemen. Ik hoorde dat in januari al, toen er werd gewacht op de Amerikanen die aan land moesten komen. Nu, 10 maanden later, vragen ze eigenlijk met zoveel woorden van ja, zouden jullie niet alsjeblieft naar hier willen komen om de hele boel hierover te nemen, want het komt gewoon niet goed. Heeft het in die optiek eigenlijk wel zin om die verkiezingen dan te organiseren? Ja, dat is heel, heel markant. Het zou best kunnen dat die verkiezingen nu de 27e van deze maand gewoon niet doorgaan. Er wordt gezegd, het gerucht doet de ronde, dat er wel eens langdurig uitstel zou komen. En dat uitstel zou er komen op vraag van de Amerikanen. Dus ook daar zit een zekere gelaagdheid in. De Clinton Foundation, die verantwoordelijk is voor een heel groot stuk van vooral de Amerikaanse investeringen in Haiti op dit moment, heeft liefst dat die verkiezingen nog wat op de lange baan worden geschoven omwille van de politieke stabiliteit. Maar dat wil tegelijkertijd ook zeggen dat er politiek helemaal niks kan gebeuren. En dat de NGO's het eigenlijk helemaal alleen moeten redden, want ja, van de overheid kan je op dit moment niks verwachten. Oké, Robin Vaanmakers, van harte bedankt. Ja.